teleurstellende middag hier, denk ik. Jullie begonnen fantastisch aan de wedstrijd, maar uiteindelijk komt Sparta terug met 4-4. Wat is je analyse van de wedstrijd? Nou, ik dacht eigenlijk dat het na vorig jaar niet veel rampzaliger kon, Sparta uit. Maar het is ons vandaag gelukt om nog een slechtere prestatie te leveren dan vorig jaar. Ja, gênant. Ik hoorde net sinds 1969 dat een ploeg een 4-0 voorsprong weggeeft. En als je al ziet de manier waarop, dan komt het hard aan bij je? Nou, dat valt niet tegen te analyseren. Ik bedoel, ik wil heel graag analyseren, heel graag kijken. Oké, wat kunnen we beter doen? Wat hebben we niet goed gedaan? Maar dit is tegen het bizarre aan. Vorige week zie je 3-1, zie je op het eind 3-3. Vond en vind ik nog steeds dat we in de eindfase misschien wat meer rust hadden moeten hebben in voetballen. Schoten we te veel ballen weg. Maar ja, dit is 4-0 voor bij de rust, waar het misschien wel 6-7, 8-0 had moeten staan. En eigenlijk de tweede helft ook niet zoveel aan de hand was, totdat daar een aantal momenten ontstaan in die helft. Die de wedstrijd compleet doen kantelen. En moet ik bijna nog zeggen dat we nog blij mochten zijn dat het bij 4-4 bleef. Want ze kregen een goede kans op 5-4. Wij overigens ook nog, maar is te gek voor woorden. Ja, het is echt een wedstrijd met twee gezichten, hè? Want ja, ik kan me toch niet voorstellen dat je iets hebt aan te merken op de eerste helft, behalve dat er extra gescoord moet worden. Nee, ik vind altijd, als je tegenkomt, moet je heel kritisch kijken. Van, natuurlijk kun je heel makkelijk roepen, ja, er worden persoonlijke fouten gemaakt. Maar als trainer ben je er ook voor om te kijken, als iemand een persoonlijke fout maakt, kunnen we het dan zo neerzetten dat je ook een persoonlijke fout kan maken. Maar dit waren persoonlijke fouten, eigenlijk net als die in Kiev. Ja, daar kun je geen restverdediging tegen bedenken of wat dan ook voor bedenken. Dat is gewoon, ja, heel erg vervelend. En helaas maak je dat in een seizoen wel eens mee, maar het volgt zichzelf nu wel in vrij rap tempo op dat we door vrij grote persoonlijke fouten niet de resultaten halen die we met elkaar willen. Ja, je had het over die momenten, hè? En dat doe je met name denk ik ook op Marco Bizot. Wat heb je tegen hem gezegd na afloop? Nou, ik heb niks individueels tegen hem gezegd. Wat ik wel gezegd heb is dat het vorig jaar heel makkelijk was als je heel veel wint om dan als team uit te stellen dat je een team bent. En juist als het slecht gaat en het echt bijna op zijn ultiem slecht gaat, want ik hoop toch wel dat we dat nu wel bereikt hebben. Dat je dan moet laten zien dat je een team bent. En dan hoef je niet 5 minuten na in de kleedkamer en ook niet straks in de groepsapp. Dat moet je straks als ze terugkomen van interlandverplichtingen. En we tegen VVV gaan beginnen en een heel druk schema ingaan met Europa League wedstrijden. Dat je dan laat zien dat het AZ onwaardig is. 3 wedstrijden, 3 punten. Maar vooral de kwaliteit van deze spelersgroep onwaardig is. Dat is wat ik gezegd heb. Dat als je zo goed kan spelen, wat je in de eerste helft ook weer gezien hebt, dat het dan onwaardig is om 3 punten te hebben. Helemaal met het scoreverloop zoals beide wedstrijden gehad hebben. Ja, je noemt hem al even de interlandbreek. Lijkt me vervelend dat je niet nu meteen deze teleurstelling weer van je af kan spoelen. Ja, uiteraard. Het liefst dit neem je wel even een paar dagen mee. En dat schud je ook niet van jou als je volgend weekend vrij bent. Dus dat is heel erg vervelend. Maar tegelijkertijd, ja, gaan we als ze straks terugkomen, volgende wedstrijd is er een heel rap tempo op. En ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar heb je toch ook de eerste helft ook wel weer kunnen zien waar AZ ook, ik zal bijna zeggen het nieuwe AZ, maar echt wel toe in staat is. Maar blijkbaar zijn wij ook in staat om in 3 wedstrijden 8 tegengoals te krijgen. Ja, dat is een beetje veel, hè? Ja, en met name ook echt een groot contrast ten opzichte van vorig seizoen. Ja, is enorm. Is enorm. En nogmaals, je probeert altijd te analyseren. Maar hier is heel weinig tegen te analyseren.